Ik zei tegen een man, oh, had ik het maar. Hij zei, ja, maar je hebt het al gehad. Ik zei, ja, maar ik had het toch liever nog een keer, bij wijze van. Ik zeg, zij is jong en ze heeft jonge kinderen. Ik heb geen jonge kinderen meer. Ja, als moeder zijnde wil je gewoon niet dat je kind ziek is. En zeker zo'n ernstig met kanker. En tegenwoordig kunnen ze heel veel. Dus wat dat betreft, hè, dan moet je ook niet gelijk het ergste denken. Maar ja, toch, ja. Het is toch wel heel erg, hoor. Ja, je wil gewoon alles voor je kind doen en voor je kleinkinderen. Ja, en als je dan ziek bent en je ligt alleen in je huis. Je hebt niemand die voor jou zorgt. En de kinderen moeten verzorgd worden. Toen zei mijn zoon van, maar neem ze toch in huis. Dat is het makkelijkst van al. Ik zei, ja, dat is ook zo. Want ik moet toch eten koken voor ons tweeën. Dus een paar meer of minder maakt dan ook niet uit. En dan zijn de kinderen gelijk verzorgd. Ik vind het wel moedig, eigenlijk. Niet bij de pakken neerzitten en... ik ga ervoor. En er is tegenwoordig veel mogelijk. Ze zeggen, ja, voor die kinderen, je wil gewoon voor je kinderen leven. Dus je alles op alles zetten en zo snel mogelijk beter worden. En gewoon mijn eigen ding weer gaan doen. Ja, ze proberen echt, het was echt moedig. We hebben wel iedereen gebeld. Wel gelijk rondgezegd van, Harriet heeft heel goed bericht. Dus iedereen helemaal blij. Ik ben heel blij dat ze nou weer gewoon zelf alles zelf weer kan doen. Ik doneer voor mijn dochter Harriet, want niemand wil dat zijn kind kanker krijgt.